Glowsuur Mining NV exporteert binnenkort granietblokken uit de mijn van NV Grasalco in Patamaca naar China. Het materiaal zal gebruikt worden voor marketingdoeleinden in diverse steden in dat land. Het succes van dit project is bepalend voor de ontwikkeling van de granietsector in Suriname. Vorig jaar, 5 september 2018, hebben Glowsuur Mining en Grasalco een overeenkomst getekend. Het is een MOU, een voorbereiding op een definitieve overeenkomst, waarbij is afgesproken dat Glowsuur Mining granietblokken van onze Patamaca Quarry zal verzagen en zal promoten voor marketingdoeleinden in China. Afhankelijk van de promotie en reactie van de Mare, zullen we een overeenkomst gaan ondertekenen om deze quarry verder te gaan ontwikkelen. Wie draait voor de operationele kosten? De kosten zijn volledig voor Glowsuur Mining. Alle voorbereidingskosten, de werkzaamheden, operationele kosten, de investeringen, die worden vooralsnog gedaan door Glowsuur Mining. Om hoeveel granietblokken gaat het? Het gaat om ongeveer, roughly, op basis van afmeting welke is afgesproken, om ongeveer 60 blokken, 500 kub granietblokken, welke geheel, over geheel China, verschillende steden in China gepromoot, gemarket zal worden, om te kijken wat de waarde ervan is en de kwaliteit, om van daaruit te bepalen hoeveel investeringen we zullen doen om de quarry verder te ontwikkelen. Is het zo dat na dit pilotproject er dan een definitief besluit genomen zal worden of jullie doorgaan met het project of niet? Ja, het is heel belangrijk. De pilotproject is heel belangrijk om te besluiten welke stappen en welke investeringen we zullen doen. Maar het is ook belangrijk om te vermelden dat indien het succesvol is afgesloten, dat Glowsuur Mining voor wat het mijngedeelte de lead zal hebben. Zij zullen het mijngedeelte trekken met hun technische kader, met hun investeringen, waarbij een bepaalde verdeelsleutel afgesproken zal worden tussen Grasalco en Glowsuur. Daarnaast heeft Grasalco op eigen initiatief met eigen investering een feasibility studie gedaan, een haalbaarheidsstudie gedaan, om de blokken die wij hier uit de mijnactiviteiten zullen halen, dat deel van Grasalco, dat wij die hier in Suriname zullen verwerken tot slabs en in de regio zullen gaan verschepen. Directeur, is het voor het eerst dat Grasalco hier te Patamaca een mijn verricht? Nee, we hebben al lang onze mijnbouwrecht voor het mijnen van granietblokken hier. Voor mijn tijd, tot 2012, werden er blokken geëxporteerd naar Amerika, North Carolina Granite Corporation. Maar bij mijn aantreden was het project, waren de kosten heel erg hoog. Het was niet meer rendabel, ook in de tijd van een crisis werden er minder blokken geëxporteerd. We hebben toen besloten om te kijken als we met een andere partner dit project zouden kunnen starten. En het is enigszins gelukt om in Dalian een partner te vinden om voor de markt in China blokken te leveren. Belangrijk is ook te vermelden het succes van dit project, want er zijn meerdere graniet voorkomens in Suriname. Het zal bepalend zijn om verder de granietsector te ontwikkelen. Er is een belangrijke markt hiervoor. Alleen moet je goedkoop, efficiënt en hoogwaardig product kunnen leveren. Ons product voldoet aan de kwaliteit, vandaar dat het werd geëxporteerd. Maar ook met name het feit dat we straks een verwerkingsunit hier zullen neerzetten, waarbij ook andere quarryholders, om het simpel zeggen, mensen die ook concessie hebben voor graniet, straks bij ons zullen komen verwerken. Dat is uiteindelijk het doel waar we naartoe willen werken. Het is namelijk zo dat Grasalco daar niet zit. Grasalco is nu bezig met een nieuw project. Hoe voelt het voor u als directeur van het bedrijf aan om opnieuw te starten met iets dat is blijven liggen? Nou, bijzonder. Ik denk dat voor Suriname weer een volgende stap is om aan te tonen dat we de potentie die we hebben, dat we dat kunnen benutten. In mijn visie is het zo dat we een portfolio aan mijnbouwrechten hebben. En het is de bedoeling dat we die zoveel mogelijk gaan ontwikkelen. Het zij alleen, het zij in partnership. Maar belangrijk is, je kan de dingen niet hebben en maar wegzetten terwijl de wereld een bepaalde vraag is, er een bepaalde behoefte is. Dus voor ons weer een vooravond van een succesvol project. We hebben goed over nagedacht, we hebben de studies gedaan, we hebben gezocht naar de juiste partners en we verwachten met de juiste inzet, deskundigheid en investering dat het ook weer een succesvol project zal worden voor Grasalco en Suriname.